Welkom bij AZ Alma. Vandaag stellen we u de plannen voor van het nieuwbouwziekenhuis AZ Alma in Eeklo. AZ Alma ontstond in 2006 uit de fusie van twee ziekenhuizen. Het Elisabeth Ziekenhuis in Zijzele en het Heilig Hart Ziekenhuis in Eeklo. In 2007 kregen de ziekenhuizen een nieuwe naam, AZ Alma. Het nieuwe ziekenhuis komt op een terrein aan de Ringlaan in Eeklo, in de wijk Sint-Jozef. Het terrein, vlakbij het Schipdonkanaal, heeft een rechtstreekse verbinding met de E34. Het nieuwe AZ Alma ligt midden in een groenbuffer. Het bos aan de Raverschootstraat enerzijds en het Kom op tegen Kankerbos anderzijds. Langs de Blakstraat komt een bomenrij tussen het ziekenhuis en de wijk. Rond het ziekenhuis komt een tuin met grasvelden, bloemenperken, vijvers en bomen. AZ Alma wil ook in het nieuwe ziekenhuis een kwalitatief, hoogwaardig zorgaanbod voor de regio aanbieden. Want we willen immers het voorkeursziekenhuis zijn waar de mens en de zorg centraal staan. En wij hebben eigenlijk voortdurend rekening gehouden met die visie en die waarden toen we de plannen voor dit nieuwe ziekenhuis uittekenden. Het wordt zeg maar een open en toegankelijk ziekenhuis waar zorg met een hart geen holle slogan is. Het nieuwe AZ Alma telt 512 bedden. 110 dokters zullen er werken, 1200 personeelsleden en 125 vrijwilligers. Goed bereikbaar zijn was een vereiste bij het ontwerp, zowel met de wagen, de fiets als het openbaar vervoer. Zo komt er een bushalte aan de ingang van het ziekenhuis. Parkeren, dat zal kunnen op twee niveaus, goed voor 1100 plaatsen. Wie iemand komt brengen of ophalen, kan dat makkelijk, dankzij de kiss-and-ride-strook. De rode lange overkapping hier verbindt de parking met de ingang van het ziekenhuis. Deze aorta zorgt ervoor dat bezoekers ook bij slecht weer op een comfortabele manier het ziekenhuis kunnen bereiken. Ja, deze half open gang in de warmrode kleuren van AZ Alma leidt naar de imposante inkomhal, het atrium of het hart van het ziekenhuis. Als u door deze aorta wandelt, passeert u links en rechts twee ziekenhuisvleugels, afgezoomd met strakke waterpartijen. Een mooie balans tussen functionaliteit en vormgeving. Het glazen atrium is eigenlijk het belangrijkste kenmerk. Daarom zijn alle functies van het ziekenhuis georganiseerd. En dat maakt ook het gebouw helder en eenvoudig, ondanks een aantal speelse accenten die hier en daar verwerkt zijn in het gebouw. Daarnaast zitten we uiteraard met een heel grote oppervlakte, namelijk 55.000 vierkante meter, die we op een of andere manier lichter moeten maken. Dat kan op een aantal manieren. Wij hebben het gelijkvloers in glas gedaan, zodanig dat dat zware volume gaat zweven. En ook de bovenste verdieping hebben we in glas gemaakt, zodanig dat de lucht weerspiegelt en dat op die manier ook nog een keer het gebouw kan verlichten. Een warm onthaal, dat is duidelijk als u het atrium binnenkomt. En functioneel. De panoramische liften bevinden zich vlakbij de ingang, net als het onthaal en de opnamedienst. Ook de consultatieruimtes en de polyklinische afdelingen zijn op wandelafstand. Wanneer u even moet wachten, kan dat op een van de zitbanken of in het ruime bezoekersrestaurant met buitenterras. U kan ook de kranten- of bloemenkiosk bezoeken. En artsen en medewerkers beschikken over een mediatheek die ook als vergaderruimte kan dienen. Binnen de hoge en transparante inkomhal met glazen koepel lopen verbindingsbruggen op de vijf verdiepingen. Deze bruggen zorgen voor een vlotte circulatie van patiënten tussen de afdelingen. Een nieuw ziekenhuis bouwen is ook financieel een gigantisch project. We spreken hier al gauw over een investeringsbudget van meer dan 150 miljoen euro. Het financieel departement greep deze unieke kans aan en waakte erover dat naast een hedendaags ook een verantwoord concept werd uitgewerkt. Via schaalvergroting en door het werken op één campus hopen we de nodige kostenbesparingen te verwezenlijken. Maar dit alles neemt niet weg
dat we de subsidiëring van zowel de Vlaamse als van de federale overheid absoluut nodig hebben. En dit vullen we aan met een aanzienlijke inbreng uit onze eigen middelen. Het nieuwe ziekenhuis is ingedeeld in 7 niveaus, waarvan 1 deels ondergronds. De implanting van diensten gebeurde per verdieping over 2 T-vormige ziekenhuisvleugels met een achterliggend medisch-technisch blok. Verdieping 0. Via de aorta komt de bezoeker in het hart van het ziekenhuis, de centrale inkomhal, met de panoramische liften, het onthaal en de opnamedienst. Links bevinden zich de consultatieruimtes en de polykliniek, de ziekenhuisshop en de ombudsdienst. Rechts komen directie, stafmedewerkers en administratieve diensten. Centraal achteraan is het bezoekersrestaurant. Links achteraan radiologie, nucleaire geneeskunde en de spoed. Rechts achteraan de nierdialyse en het revalidatiecentrum, met aparte parking aan de zijkant. Verdieping plus 1. Wanneer u uit de lift op de eerste verdieping komt, staat u op het liftplateau dat de verbinding vormt tussen de beide ziekenhuisvleugels. Op dit niveau vindt u in de linkse vleugel het dagziekenhuis. Rechts vooraan komt de pediatrie. Rechts achteraan de materniteit met verloskwartier en neonatologie. In het blok achter het ziekenhuis komt op dit niveau links de afdeling intensieve zorg. In het midden het 10 zalen tellende operatiekwartier. Rechts de sterilisatieafdeling. En uiterst rechts de consultatie gastroenterologie met een endoscopiezalen. We houden ook rekening met toekomstige tendensen. Zo zullen we vlot kunnen inspelen op de toenemende dagactiviteiten. In een mum van tijd zullen we een verpleegafdeling kunnen opbouwen naar een dagziekenhuis. Het samenbrengen van alle zorg op één campus zal een grote stap vooruit betekenen. Zowel voor ons als geneesheren, maar ook voor onze medewerkers en voor onze patiënten. Verdieping plus 2 en plus 3. Dit zijn 2 gelijkaardige verdiepingen met elk 4 verpleegeenheden van 32 bedden. Op de tweede verdieping bevinden zich de C-bedden, chirurgie. Op de derde verdieping de D-bedden, inwendig. In de linkse vleugel van de derde verdieping komt de CSU-CCU-afdeling. Op deze niveaus van het medisch-technisch blok komen de technische lokalen boven het operatiekwartier. Verdieping plus 4. De vierde verdieping is integraal voorbehouden voor de geriatrie, met 100 bedden en 6 plaatsen in het geriatrisch dagziekenhuis. In het nieuwe ziekenhuis koppelen we kwaliteitsvolle zorg aan zo'n goed mogelijk comfort voor de patiënten. Zo is het gebouw ontworpen om te werken met zorggroepen, waarbij diensten die bij elkaar aanleunen of bij elkaar horen, ook zo worden ingeplant. Dat geeft ons dus de kans om alle aspecten rond de zorg voor onze patiënt kwalitatief in te vullen. De zogenaamde hot floor, waar alle kritieke en medisch-technische diensten gecentraliseerd zijn, werd zodanig gesitueerd dat deze snel en met een minimum aan circulatie kan bereikt worden. Verdieping plus 5. Deze verdieping neemt maar een deel van de oppervlakte van de ziekenhuisplateaus in. Rechts komt de SP-dienst locomotorisch, links de SP-dienst neurologisch. Hier zijn de kamers 1,5 keer zo groot als de normale ziekenhuiskamers, zodat rolstoelers er een comfortabel verblijf hebben. Er is ook ruimte voor een oefenzaal en een buitenterras. Opmerkelijk is dat zowat elke kamer die uitkijkt op een dakpartij van het ziekenhuis telkens een groen dak ziet. Dat is niet alleen mooi om naar te kijken, maar zorgt ook voor isolatie en waterbuffer. Verdieping min 1. Dit is het logistiek niveau met onder meer technische dienst, personeelsdienst, ICT, keuken, apotheek, labo, personeelsvestiaire en aankoopdienst, maar ook met een auditorium en vergaderzalen. Die vlotte bereikbaarheid en circulatie begint al buiten op het ziekenhuisdomein, waar diverse verkeerscirculatiestromen werden uitgetekend. De groene stroom toont het verkeer van bezoekers en patiënten op consultatie, die zo dicht mogelijk bij de ingang van het ziekenhuis en de aorta worden geleid. De oranje stroom is de weg die de hulpdiensten volgen. Let op de parallelweg tussen Raverschootstraat en ziekenhuisdomein, die bij grote drukte kan worden gebruikt. Bemerk ook de extra toegangsweg, via de Blakstraat, vlakbij de landingsplaats van de helikopter. De bleekblauwe verkeersstroom is die van de leveranciers, die zonder uitzondering naar de achterzijde van het ziekenhuis worden geleid. De paarse verkeersstroom wordt gevolgd door artsen en personeel. Die leidt naar een afzonderlijke parking op 2 niveaus achteraan het ziekenhuis. De donkerblauwe verkeersstroom is die van de autobussen van de lijn.
die een halte op het ziekenhuisdomein vlakbij de ingang van het ziekenhuis hebben. Voor de bussen is een in- of uitrit voorzien in de Blakstraat. De rode verkeersstroom is er voor de zwakke weggebruiker. Die beschikt over een overdekte fietsenstalling in de aorta. Er zijn ook plannen om vanuit de achterliggende woonwijk het fietspad door te trekken naar het ziekenhuisdomein. Gezien het sterk evoluerende zorgaanbod waren wij genoodzaakt een functioneel en flexibel ziekenhuis te bouwen. Dat ziekenhuis moest tevens compact, open, functioneel en beheersbaar zijn. Wij hebben daarom de logistieke stromen en de patiëntenstromen van elkaar gescheiden. Op die manier hebben wij met oog voor de privacy van de patiënt een functioneel ziekenhuis gebouwd dat de zorg naar de patiënt brengt en niet omgekeerd. De kamers zijn ruim. Er valt veel licht binnen, via ramen die naar buiten kijken of via de lichtinval van het atrium. De één of twee persoonskamers zijn aangekleed in warme tinten en beschikken over een ruime badkamer met een apart toilet, handige opbergkasten, een flatscreen tv, koelkast, telefoon en internetaansluiting. 110 artsen, 1200 medewerkers en 125 vrijwilligers staan klaar om u in dit nieuwe ziekenhuis met de beste zorg te omringen. AZ Alma draagt de kwaliteit van de zorgverlening hoog in het vaandel en is tegelijk een warm en menselijk ziekenhuis. En dat is precies waar dit nieuwe ontwerp voor staat.